Bent u vanaf het begin betrokken geweest bij dit nieuwe ziekenhuis? Nee, niet vanaf het begin, want het plan is ontstaan in 1998. En in 2001 is er eigenlijk een architectprijsvraag uitgeschreven. En ik ben hier in 2007 gekomen. Maar ik ben wel heel erg betrokken geweest bij de bouw zelf en alle voorbereidingen en bij de financiering ervan. Dus je zou wel kunnen zeggen dat in deze laatste periode eigenlijk bepaald is geworden of het gebouw überhaupt gebouwd kon worden. Nou, heb ik gehoord, op dat moment woonde ik ook niet in Zwolle, dat de stad Zwolle ook heeft mogen kiezen welke architect werd gekozen. En daar heeft u waarschijnlijk wel een leuk verhaaltje over. Nou, in de Stentor, de lokale pers, heeft in 2001 aan de bevolking gevraagd welke van de ontwerpen zij het mooist vonden. En daar was een heel eenduidige uitslag. Het ontwerp van Alberts en van Huut, Max van Huut als architect, dat won echt met glans. En waarom? Omdat daar een hele duidelijke verbinding werd gelegd tussen de stad Zwolle, grootschalig gebouw, en het mooie buitengebied wat eigenlijk niet zo gek ver hier vandaan begint. Het weidegebied en alles wat daarmee te maken heeft. En ook een hele duidelijke combinatie werd gemaakt van kleinschaligheid binnen een enorm grootschalig gebouw. Want het gebouw is 108.000 vierkante meter. Maar als je erin staat, voelt het helemaal niet zo groot aan. En dat komt door zijn vorm, door het feit dat er hoekjes en kanten zijn. Dus het is niet zo dat als je ergens aan de ene kant staat, dat je een eindeloze gang van 350 meter ziet naar het andere eind. En toch is dat de afstand die het gebouw beslaat. Kan ik me zo voorstellen dat iedereen bij de ziekenhuis in Zwolle gewend is. Maar we hebben hier nu een nieuw ziekenhuis waar de werkprocessen anders zullen gaan verlopen. Kunt u eens opnoemen wat dat zoal zal zijn? Ja, we hebben een aantal grote dingen. Het eerste is dat de ontvangst van onze patiënten zal totaal anders zijn. We ontvangen de patiënten meteen in de hal en daar zal men een beetje als bij Schiphol de mogelijkheid hebben om in te checken. Men krijgt de informatie over of de dokter op tijd is, hoe lang de looproutes zijn. Ook vrijwilligers zullen hen daarbij ondersteunen. Dus dat is al een eerste wat echt helemaal anders is. Mensen melden zich dus aan bij die aanmeldcel met een rijbewijs of met een ID-kaart. Simpelweg omdat de wet ons dat toe verplicht. En ik denk dat dat ook goed is.
Bij zo'n aanmeldcel krijgen mensen dan ook gewoon de informatie van ons, een ticket of een sms op het moment dat de afspraak gaat beginnen. Voor onze medewerkers verandert er ook heel veel, want we hebben dit gebouw gebouwd. Ja, we moeten zuinig zijn met maatschappelijk geld, zeg ik altijd. Dus we hebben dit gebouw gebouwd zodat elke ruimte optimaal benut wordt. Nou, dat betekent dat er geen eigen ruimtes meer zijn, dat we kantoren delen, dat de dokter een prachtige polykamer heeft, maar als hij er even niet is, een andere dokter die kamer ook gebruikt. En daarvoor is het noodzakelijk dat mensen hun informatie goed ter beschikking hebben. Dus u moet zich voorstellen dat op de achtergrond een enorme digitaliseringsslag heeft plaatsgevonden. Onze archieven zijn opgeruimd, alle informatie is digitaal. Nou, dat zijn zo van die voorbeelden die we in dit gebouw doorgevoerd hebben. Nou, kijk ik even naar de verpleegkamers. We hebben heel veel eenpersoonsverpleegkamers, maar ook voor vier personen. En er is een heel mooi nieuw systeem ontwikkeld voor de tilliften. Ja, daar zijn we wel trots op. A, op die verpleegkamers, want er is echt veel meer ruimte rond het bed. Dus ook veel meer privacy voor onze patiënten. Er is ook een keuze gemaakt om voor onze medewerkers ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden, de werkomstandigheden goed zijn. Op elke plek waar patiënten zijn is zo'n tilliftsysteem, zodat onze verpleegkundigen onze patiënten makkelijker in en uit bed kunnen helpen. Dat is beter voor hun ruggen, maar het bevordert ook de mobiliteit van onze patiënten. Dus zo winnen we aan twee kanten volgens mij. Ik ben blij dat het gelukt is om zo'n goede samenwerking daar te bewerkstelligen, zodat en spoedeisende hulp, spoedeisende ziekenhuishulp, maar vooral echt dus de huisartsenzorg onder één dak zit, omdat dat uiteindelijk onze patiënten ten goede komt. Patiënten kunnen zich melden en ter plekke wordt snel de keuze gemaakt van waar is iemand op zijn best geholpen. Nou, onder één dak gaat die samenwerking altijd beter. Dus we zijn daar heel blij mee. 3 en 4 augustus, een belangrijk weekend. Gekozen omdat het dan rustig is, dat hebben we meerjarig teruggekeken. En het valt goed in de vakantieperiodes. We doen het in 2 dagen. Niet omdat we het niet in 1 dag zouden kunnen, maar omdat we altijd willen dat er een volwaardig ziekenhuis achter de hand is. Dus vandaar dat we zaterdags de Wezenlanden verhuizen, dan het nieuwe gebouw in gebruik nemen. Die zaterdag is dus locatie Sofia nog volop volwaardig achter de hand en in bedrijf. De volgende dag doen we het precies andersom. En op die manier hebben we ervoor gezorgd dat er altijd een ziekenhuis in Zwolle paraat staat.